Nederland is in de ban van het coronavirus en dat geldt natuurlijk ook voor de meeste inwoners van Papendrecht. Wij van TV Papendrecht gingen naar het gemeentehuis waar wij een gesprek hadden met de burgemeester Aartjan Moerkerker. We zitten midden in een crisis rondom het coronavirus. Heel Nederland praat erover. Wij zijn vanmiddag te gast bij de burgemeester op zijn werkkamer. Want we willen natuurlijk heel graag van hem weten welke maatregelen de gemeente Papendrecht specifiek getroffen heeft. Ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van de inlichtingen die we landelijk krijgen en van de veiligheidsregio, want daar krijgen we de informatie vandaan. En we gaan zelf kijken van wat betekent dat nou echt direct in papendrecht? Wat verandert dat voor de organisatie van papendrecht? Maar vooral ook wat verandert dat voor de burgers? Uh, wat we in ieder geval uh, in de organisatie hebben, is, is dat uh, we net als alle andere uh, ondernemers uh, de afspraak hebben van zoveel mogelijk thuiswerken. Dat is ook meegegeven door de landelijke regelgeving. Uh, dat houdt dus ook in dat minder mensen op het gemeentehuis aanwezig zijn en dat heeft dus ook consequenties van, voor de dienstverlening. We proberen alles zo normaal mogelijk door te laten, laten lopen, maar het, het houdt bijvoorbeeld uh, voor de gemeente in dat we de openingstijden iets zullen aanpassen. Maar als ik van de week een rijbewijs wil halen of een paspoort, dan kan ik gewoon langskomen. U kunt gewoon langskomen. Kijk wel goed naar de website, want het zou kunnen zijn dat de openingstijden en de afsprakentijden iets aan het veranderen zijn. Maar uiteraard moet het wel door kunnen gaan dat iedereen gewoon paspoort en rijbewijs kan halen bij de gemeente. In hoeverre heeft de gemeente bevoegdheden bij beslissingen in dit verhaal? Ja, tot uh, vorige week hadden wij als gemeente eigenlijk bijna alle bevoegdheden. Alleen dat is uh, sinds kort veranderd. Uh, er is een grip 4 gemaakt, dat, dat is een bepaalde maatregel uh, die ze zo noemen. En dat houdt in dat de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid meer bevoegdheden krijgt, ook over, uh, over Papendrecht. Dus de voorzitter van die veiligheidsregio, nou, dat is de burgemeester van Dordrecht, die gaat over het bestrijden van de corona-epidemie uh, en voor een deel ook over de openbare orde. Maar tegelijkertijd blijven er ook heel veel dingen gewoon aan onszelf als burgemeesters. Uh, de rol van burgervader blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, maar ook bijvoorbeeld van hoe gaan we om met een weekmarkt? Nou, uh, om dat als voorbeeld te geven, we zijn op dit moment aan het kijken van uh, kunnen we die week weekmarkt toch door laten gaan? Want je ziet heel veel gemeentes om ons heen uh, die hem afgelasten. Uh, maar kunnen we maatregelen nemen zodat de spreiding wat meer gegarandeerd is? Uh, zodat die weekmarkt toch plaats kan vinden? Nou, dat is een overleg wat we intern hebben, maar ook met, uh, met de marktlui. Uh, daar zijn we naar aan het kijken. Uh, er zijn ook gevolgen voor de gemeenteraad en de commissie. Dus we zijn nu met de fractievoorzitters in overleg. Om te kijken, van, ja, moeten we de commissievergaderingen, en dat zijn tegenwoordig officieel de beeldvormende bijeenkomsten, nog wat door laten gaan volgende week? Oh, de term overleg uh, valt een paar keer. Is er ook overleg uh, binnen die veiligheidsregio tussen gemeenten, of wellicht binnen de terechtsteden? Nee, uiteraard, wat ik al zei, de, de veiligheidsregio is nu degene die bepaalt, maar de veiligheidsregio zijn we allemaal. Dus de burgemeesters uit die veiligheidsregio die komen ook regelmatig bij elkaar om dingen te bespreken. En daar zijn ook alle hulpdiensten bij aanwezig. En een hele belangrijke in dit geval is natuurlijk de directeur publieke gezondheid, oftewel de vertegenwoordiger van de GGD. Ja, want wat is de rol van de GGD binnen onze gemeente? Ja, die moeten vooral kijken van wat zijn de gevolgen voor de zorg, hoe zit het in de ziekenhuizen, kunnen die alles nog aan, uh, hoe wordt het virus bestreden. Dus die gaan veel meer over die kant van, van de zorg. Uh, en daar hebben ze ook een hele belangrijke C in en, en dat overleggen ze ook met ons vaak. De veiligheidsregio uh, werd zojuist genoemd. Uh, welke veiligheidsregio is dat en wie zit er daar precies in? Nou, dan hebben we het over de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Dus dat is, het, dat is het gebied waar in ieder geval alle de gemeenten bij horen. Daar zitten Gorkum bij, daar zit Hoekse Waard bij, daar zit Molenlanden bij. Dus eigenlijk gaat het om best een fors gebied met totaal 19 gemeenten. En die 19 gemeenten uh, voeren dus nu, als het om het coronavirus gaat, in hoofdzaak hetzelfde beleid? Uh, dat proberen we zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen. Uh, maar uiteraard hebben we op lokaal gebied ook onze eigen afwegingen. Oké, okay, en in hoeverre uh, wijkt Papendrecht nu af van andere omliggende gemeenten? Behalve dan die markt die zo net genoemd werd? Ja, het is niet echt een kwestie van, van afwijken van. Want de lijn die we landelijk opgelegd krijgen, die proberen we echt zoveel mogelijk ook binnen Zuid-Holland-Zuid uh, af te stemmen met elkaar. Uh, maar uh, weekmarkt is een onderdeel. Daar ga je als gemeente zelf over. En dat zal ook zo blijven. Uh, hoe ga je bijvoorbeeld om met gemeenteraadsvergaderingen? Want dat blijft onder de 100 personen over het algemeen. Dus de lijn van evenementen, bijeenkomsten, boven de 100 personen is gewoon strak. Dat mag niet in, in, in Papendrecht, maar ook niet in Nederland. En alles wat daaronder valt, heb je gewoon een eigen afweging in te maken. Er zijn natuurlijk heel wat organisaties die uit eigen beweging al uh, bijeenkomsten cancelen of andere uh, vergaderingen, gelegenheden. Uh, heeft u daar een advies over? Ja, de, de instellingen gaan we zelf uiteraard ook benaderen. Uh, maar het advies is van hou je aan de norm van die uh, 100 plus. Dus alles wat je organiseert, of het nou geldt voor sportverenigingen, voor kerken, voor instellingen. Uh, wij hebben vertrouwen dat zij uh, slim omgaan en wijs omgaan met de adviezen die er liggen. En dat houdt in uh, geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Veel mensen in Nederland uh, zullen waarschijnlijk, zo zeggen de experts, het virus krijgen. Maar er niet zo heel erg veel van merken. Maar er zijn natuurlijk groepen in onze samenleving die veel meer risico uh, lopen. Wat kunnen we daarover zeggen? Nou, dan hebben we het over de kwetsbaren in de samenleving. En die doelgroep is ook uh, duidelijk benoemd. Dan gaat het over de ouderen en het gaat over de mensen met een verminderde weerstand. Nou, de oproep aan iedereen is van uh, probeer het contact ermee fysiek zo veel mogelijk te beperken. Dat houdt bijvoorbeeld voor mij persoonlijk in dat ik niet meer naar 60-jarige huwelijken ga, naar 65-jarige huwelijken, 100-jarige ga bezoeken. Uh, maar dat ik dan echt op afstand uh, een, een andere oplossing voor zal moeten vinden. Maar dat houdt ook in dat andere mensen die specifieke doelgroep niet meer zul, uh, zullen benaderen. En, en ja, daar wil ik toch wel even een, een, een kort uh, statement of verklaring over uh, meegeven, want... Dat houdt tegelijkertijd ook een risico in. Die mensen kunnen in een sociaal isolement raken, die kunnen contact kwijtraken. En mijn oproep aan iedereen in Papendrecht is: let op iedereen die in die doelgroep valt. Let op je buren, let op mensen in de omgeving, let op familieleden die ouder zijn of een verminderde weerstand hebben. Hou wel contact met ze. Vraag aan ze wat je voor ze kan betekenen. Zet de boodschappen bijvoorbeeld voor de deur. Maar probeer wel om die mensen ook een handje te helpen, want dat is juist de doelgroep die het nodig heeft. De informatie over het coronavirus verandert voortdurend. En we raden dan ook iedereen in Papendrecht aan om de websites in de gaten te houden die daarvoor voor Papendrecht informatie over geven. Dat zijn er in ieder geval twee: de website van RTV Papendrecht en natuurlijk ook de website van de gemeente.